Hi, ik ben Sandra Koning. Welkom op mijn kanaal. In mijn video's zie je dat ik werk met essentiële oliën van doTERRA. En dat zijn kruidenoliën. En ik wil je graag vandaag uitleggen waarom ik daarmee werk. Ik werk er nu zo'n 4,5, 5 jaar mee. En ik ben er eigenlijk mee begonnen omdat ik zelf een chronisch darmprobleem heb. En echt heel puur en natuurlijk moet eten. Dus zonder kant-en-klaar producten, zonder pakjes en zakjes. Dus ik werkte altijd met verse kruiden. Ik heb ook gedroogde kruiden, maar omdat ik een glutenintolerantie heb en vrij veel kruiden ook toch gluten zitten, werkt dat niet altijd. En ben ik echt op zoek gegaan naar een product, een olie die ik in mijn eten kan gebruiken. En toen kwam ik bij doTERRA terecht. En het voordeel ook van essentiële olie is dat het heel sterk en krachtig is. Dus je hebt maar heel weinig nodig. Soms is een 1 druppel al te veel. En dat zie je soms ook in mijn filmpjes terug. Zeker met de hete oliën zoals kaneel, kruidnagel, oregano, tijm. Dat zijn echt oliën die, ja, daar werk ik dan mee met een cocktailprikkertje. In plaats van dat ik een hele druppel olie doe. Anders verpest je je eten ermee. Dus uiteindelijk ben je goedkoper uit met de olie in plaats van dat je met kruiden werkt of met gedroogde kruiden werkt. En het nadeel van verse kruiden vind ik vaak of het seizoen is er niet of als ik ze wel gekocht heb, dan verleppen ze in de koelkast en dat is ook zonde. En hier weet ik altijd zeker van dat het gewoon goede kwaliteit is. Ze hebben een keurmerk, een CPTG keurmerk. Het wordt gecontroleerd, het is biologische teelt en er zitten gewoon geen vulstoffen, geen synthetische stoffen in. Als ik hier heb het citroen, als ik de citroen gebruik, dan weet ik gewoon zeker dat het alleen maar citroen is en dat er verder helemaal niks in zit. Ik begin eigenlijk mijn dag altijd met een druppel citroen in lauw warm water, zodat mijn spijsvertering goed op gang komt en eigenlijk de gifstoffen uit mijn lichaam haalt. Het is sowieso altijd goed om je dag te beginnen met een glas water. Maar met citroen erbij geeft het even extra smaak en heeft een extra werking. Nou, ik vind het voordeel van dat ik werk met de olie, dat het gelijk, het is een smaakversterker. Ik heb er maar heel weinig van nodig. En het heeft ook gelijk een helende werking. Want kruiden zijn natuurlijke medicijnen. En op deze manier krijg je ze makkelijk naar binnen. Ik vertel in alle filmpjes eigenlijk wel iets over de olie die ik gebruik. Dus daar kun je naar kijken en verder wil je meer weten over de olie of zou je er zelf mee willen gaan werken, dan kan je contact met me opnemen en dan vertel ik je er graag meer over.